Welkom bij vlog 39 alweer. Ik zeg een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag 3 november om 13:50 alweer. Ja, 13:50 alweer. Ik ga zo meteen, heel zo meteen, gezellig lopen. En met mijn meisje, ja, mijn meisje die ligt nou hier lekker op het balkon. Ja. En dan ga ik zo meteen eens even, oh ja, en dan komt mijn andere meisje. Dan ga ik zo meteen even deze camera is even weer eventjes opladen. Want hij heeft nog maar één batterij, dus dat is ook niet echt lekker. Nee. Dus dat ga ik zo meteen eerst even doen. En dan eens even kijken van wanneer ik weer thuis ben. Want ik ga even foto's maken. Onderweg. Want ja, fotograaf zijn en dat gaat toch even door. Dus ja. Ik zou zeggen, ik weet niet wanneer deze online komt. Ik denk morgen. Want ja, omdat het nog maar één streepje is. Dus hij moet wel even goed opgeladen worden. Mm. Dus ja, ik zou zeggen, een fijne dag. En het komt helemaal goed. Zo, ja. Oh, dat is stikke fijn. Nou, wij gaan even zometeen ergens naartoe. Gezellig, ja. Maar vanmiddag hebben we eerst een lekkere grote wandeling gemaakt van bijna, nou, ruim 2 uur. En mijn mannetje is hier ook alleen, die komt niet naast me staan of zo, of achter mij. Nee, want die heeft het koud. Nou, kom staan dan, kom. Gezellig, kijk, komt hij alweer. Ah, ja. Achter je. Je meent het. Ja. Mooi. Maar we gaan straks even ergens eten. Ja, top. Vier dat jij nu weer wat beter bent. Gisteren was je een beetje... Nou, en niet beter, maar ik was gewoon gisteren gewoon niet echt mezelf. Ik was gewoon chagrijnig en ik kon heel weinig hebben. Nou ja, en... Dus het mag toch? Gaat het nu vieren dat niet meer is? Ha, 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 vieren. Ja, ja. Dat is twee. Ja. Mooi, dat is fijn. Dat is fijn voor jou. Mijn fijn voor jou. Lekker eten. Ja, precies. En het leuke is, sambal bij. Ja, jij ja, maar ik niet. Nee, dat is erbij. Je niet op te eten. Maar het is lopend buffet. Ja, we lopen dus. We nemen deze camera wel mee om te vragen of we een beetje mogen vloggen. Ja. Zo niet hebben we pech. Ja. Ja. En misschien kunnen we het eten daar fotograferen. Ook leuk. Ja. Dan vloggen we niet. Maak alleen foto's. Ook goed. Nou, ik zou zeggen, misschien dat we jullie meenemen. Zo niet hebben jullie lekker pech, maar dan kunnen jullie wel genieten van de foto's. Precies, nagenieten. Precies, leuk en gezellig. Zeker. Zo, het is wel erg donker, maar dat maakt niet uit. Jij hebt me ergens mee naartoe genomen, vertel. Ja, het is een eetgelegenheid in de buurt. Nou ja. En daar hadden ze een normaal lopend buffet. Alleen... omdat we dus nu met z'n tweeën zijn, dit hele eetgelegenheid, komen ze het brengen. Dus een bringbuffet. Ook erg lekker. Zeg ja. Gewoon wat je wil hebben. Wat je lekker vindt. En wat normaal op en op het lopend buffet staat. Normaal moet je daar halen, maar dan moeten ze weer de helft weggooien, weet ik het. Mm-hmm. Dus nu zeggen ze, wat vind je lekker? Speciaal voor ons maken. Ik heb dit mandje in beslag genomen. Waarvan ik deze erg lekker vind. En jij die andere. Dit zijn de gewone kroepboekjes en jij hebt die extra pittige. En deze derde soort die is een beetje met speksmaak. Bah. Eigenlijk geen smaak aan, maar... Ik heb liever deze, die zijn lekker. Het smaakt naar popcorn zonder boter, suiker en zout. Beetje drogig dus. Maar erg aardige bediening. Nou, wat vind je allemaal lekker? Wat wil je hebben? Wil je dit? Wil je dat? Wil je dat? Wil je dat? En hoeveel wil je er hebben? En ik kan nog bijbestellen. Nou, dus nou, laat maar komen. Je hoeft niet te lopen. En even de kijkersvraag. Is dit België, Duitsland of Frankrijk? Of elders. Of even anders. Nederland is het niet. Nee.
Het is heet. Heet zo. Heet smakelijk. Hetzelfde. Jammer. Hi. Hi. Het wordt een beetje spannend hier, hè? Ja, zijn lekkere kopkopjes. De cassave. De wat? Cassave. Ja. En de gewone. Jammer. Wat hebben we hier allemaal? Lekker op. Pisang Goreng. Ik was mee. Ik wil met dat poedersuiker lekker. Dat is de... Slakker. Pisang Goreng? Ja. Heb je ook een lumpertje? Ja, ook goed. Moet ik die uitpakken of zo opeten? Ja, ik zal de fles eraf halen, ja. Oké. Ik neem twee lumpertjes. En een lumpia. Heb je ook een lumpia? Lumpiatje. Twee lumpia's. Maar hoe vind je de bediening hier? Ik vind de bediening prima hier. Zou je hier al vaker terugkomen? Zeker. Mooi. Zeker met het niet lopende buffet, maar toch vet. Dat is mooi. Zeker. Ik zie ook lekker glunderen. Ja, lekker eten. Lekker eten. Mooi zo. Precies wat ik heb wel. Mooi. Zonder rommel erin. Doe ze ook wel eens. Stel iets, krijg je de rommel bij. Ja. Dat weet je nooit, hè? Dat weet je nooit. Wat ben je nu aan het eten? De lumpertjes zo. Het is heel droog. Ik ben het niet gewend. Het is nieuw voor mij, maar... Wel lekker? Ah, het is wennen. Ah. Niet lekker, dan neem ik die andere wel. Mag wel. Het is heet. Maar wel lekker. Ja, op een of andere manier. Dat is stoomde rijst met varkensvlees. Wat fijn. Gaat die nog? Mm-hmm. Ja, geen lode pijpen, hè? Jawel, ja. Een soort van. Maar dit is lekker. Je hebt daar de pisang goreng? Je moet wel bonen als je naar de voorstand komt. Zou je zien? Ja, dan moet het. Is het ook heet of niet? Heet genoeg? Met poeder, mm-hmm. Met extra poedersuiker, zo te zien. Mmm, die heb ik. En gebakken banaan is ook lekker hoor, met dit eromheen. Dit is gebakken banaan. Dat zeg ik. Pisang goreng. Ja. Goreng is gebakken en pisang is banaan. Mijn wijs groentjes zien heeft geen heeft eten. Die weet het al. Iedereen die mij groentjes heeft gegeven, die weet het al. Daar ben ik niet zo heel dol op. Ik heb net wat van die sperziebonen gegeten, maar dat was niet echt aan mij besteed. Maar de roetjak hier is erg lekker. Dat is mooi. Ik iets nog pittiger verwacht, maar... Nou ja, je kan er sambal op doen. Het is Chinees-Indisch, dus dan doen ze hem wat milder. Nou ja, je kan er sambal op doen. Ja, ik knal die roetjak mee. Oké, jammer. Je bent behoorlijk uitgeteld. Ja. We hadden lekker iets te eten besteld. Je had ikan besteld. Maar wat je kreeg was makreel met een heleboel sambal. Ja. En een beetje te veel sambal. Yep. Waardoor bepaalde dingen niet zo goed gingen. Nee. Precies. Met je maagverkleining. Yep. Klopt, inderdaad. Toen was het even een kleine pauze inlassen. Ja. Correct. En toen zijn we maar weer weggegaan. Ja. Dus naar de lokale supermarkt iets halen wat wel lekker is. Dan sambal met een beetje vis erin. Nou, dit was makreel of zo. Met heel veel sambal. Ja, je zou ikan verwachten. En ikan is een bepaald klein soort visje. Ja. Uit Indonesië. Maar makreel is geen ikan. Nee, dat lijkt me niet.
Nee, dus het is jou niet goed bevallen. Nee, en dan vraag je of het ingepakt kan worden. En dan moet je nog betalen voor een bakje. 50 cent per bakkie. Dus ja, dat schiet niet echt op, nee. Nee. Nee, bakjes 50 cent zijn. Dus, ja. Afzetters. Ja, mijn soep was ook wel lekker, geloof ik. Soort van. Dan heb ik het nog lief, het soep, en van mijn andere vriendin. Van die vriendin, ja. Ja, en van die vriendin, ja. Ja, maar dit is ook buffet. Alleen, je kon zoveel bestellen als je wilde, alleen ze kwamen het brengen, je hoeft het niet te halen. Nee. Daarom zeg ik al, dan heb ik nog liever weer een volgende keer lekker met satésaus. Ja, die was prima te doen. Ja. Precies. Wat gaan we nou krijgen? Dan wil je weer. Dat is even een ruzie. Komt iets uit de lucht vallen. En blazen maar. En dan doe ik geen alcoholcontrole mee. Nou goed, jij gaat lekker een beetje bank hangen. Zometeen even kijken of er iets te eten of te drinken voor jou te maken is. Wat je wel bevat, straks, een half uurtje of zo.